De vulkaan Mayon rijst op boven de Filipijnen, die 2 jaar na de bevrijding hun soevereiniteit hebben verkregen. In de haven van Manila liggen nog steeds de wrakken van Japanse oorlogsschepen, die herinneren aan de zware strijd die om de Filipijnen gevoerd werd. Onmiddellijk na hun landing hebben de Amerikanen hier in een recordtijd een vliegveld aangelegd. Ook hier rusten, zoals op zoveel kerkhoven ter wereld, Amerikaanse soldaten. De legerdamp wordt overwoekerd door de tropische plantengroei. Het hele jaar door heerst hier een temperatuur van circa 25 graden Celsius. De jonge republiek staat voor de ontzaglijke taak van de wederopbouw. Reeds bloeit er een druk universitair leven. Het leger wordt gereorganiseerd. De hoofdstad Manila heeft zeer geleden. Men schat de schade op 2,5 biljoen gulden. Eén prettig uitvloeisel is er van de oorlog. Dat zijn de jeeps, waarvan Manila er vele heeft en waarvan nu een dankbaar gebruik wordt gemaakt.